slecht op die situatie. Beetje los zand op dit moment het spel van de Polen. Stel, wat de Joegoslaven wel goed doen, is dat ze proberen Krzyzewski onder druk te zetten. Vervolgens wordt het initiatief op Blasic uitgebouwd. En die komt dan in een hele lastige situatie terecht. Prachtige backhand hier. En Karataas is vooruit doorgetrokken. Krijgt nog een keer in de herhaling. Ja, dat hoef je daar niet af te leveren, Zambal. Gespeeld. Die mag er ook zijn. Creatief handje. Van Blasic. Te lange service. En heel veel set points. Het is 11-4. Joegoslaven met een 3-2 voorsprong. Hebben Kane en Heister nog groeimogelijkheden, Jan? Ja, dat is een goede vraag. Dan heb ik het met name over dat dubbelspel. Hè? Beide mannen naderen de 30. Ervaring is een belangrijk item in tafeltennis. Ik heb zo Kane en Heister links-links dubbel. De Fransen brengen ook een aantal van dat soort koppels achter de tafel. Biedt voordelen, maar biedt ook nadelen. Beide kunnen in hun vertrouwde positie serveren en de service routineren. Er staat tegenover dat in de rally zijn ze misschien wat makkelijker aan te pakken. Dan bijvoorbeeld een links-rechts koppel. En belangrijk is dat je voor het prestige en het ontzag dat je toch regelmatig eens van je laat horen. En ja, ik vind eigenlijk dat onze mannen dat net iets te weinig doen om echt tot de absolute topdubbels gerekend te worden. Als je vroeger bijvoorbeeld tegen Lupulescu en Primorac speelde, dan wist iedere tegenstander bijna dat je geen kans had. En ik heb niet de indruk dat men dat nu internationaal zo ervaart als men tegen Kane en Heister moet spelen. Te vaak laat één van tweeën het afweten. Maar goed, als het draait, dan kunnen ze ook van iedereen winnen. Maar gelet op het deelnemersveld zou je ook kunnen zeggen van, Kane en Heister hadden dit toernooi ook mogen winnen. Ja, absoluut. Twee gelijk. De zesde game. 3-2 voorsprong games voor Joegoslaven. Hetzelfde geldt voor deze beide dubbels eigenlijk. Komen regelmatig in de uitslagen, kom je ze tegen. Toch geldt geen van beide als een echt superdubbel. Maar kwartfinale plaatsen halen ze over het algemeen wel. Ja, je komt ze toch wel regelmatig in de uitslagen tegen. Dat is Kian Service. En belangrijk is in het dubbel dat je heel lang samen speelt, dat je blind op elkaar kunt vertrouwen. Ik dacht ook trouwens dat dit een fout serve was. Maar
niet gezien. Hele discussies. Weer rotatie in die back-end topspin van Blaschik. Weer goed in stelling gebracht door de service van Krzyzewski. Was te hoog. Je ziet vaak in zo'n links-rechts dubbel dat de linkshander de regelaar is. Aan het spanruimer. De lastige situaties met veel gevoel en creativiteit vaak oplossen. En de rechtshander vaak de rol vervult van de powerplayer. Die het opbouwende werk van de linkshander moet afmaken. In dat opzicht zou je van Gruijts kunnen zeggen dat hij nou niet bekend staat als de meest hardslaande rechtshander. En de mentaal niet altijd stabiele compagnon. Kun je het hoofd nog wel staan. Hangen. 7-5, voorsprong voor de Polen. Maar goed, op dit moment is de situatie er niet naar om de moed te verliezen. Sterker nog. Dus dat keer had die bal nog heel mooi voor het lichaam, haalde hij hem weg. Daarna voor Blaschik was niet meer te halen. 7 gelijk. 5-12 nu voor de Polen. Het gaat om 4 gewonnen games. Ik heb niet graag bezig. De vloer verdwijlen. Ja. Er stond een plotselinge kans. Die werd niet benut. Problemen nu voor het Poolse duo. De surfs ook weer op die lijn hoor. Kijk ze lachen. Door de voor- en de nabeweging moet je heel scherp opletten op het raakmoment. Als je daarin vergist, dan kun je. Dan kun je gigantisch verkijken op het effect in de bal en dat overkwam. Karakasovic, de flip verdween onder in het net. Deze flip ging over de tafel heen. En dus de discussie wordt debat doorgevoerd. Ik denk ook wel een beetje terecht hoor. Ik twijfelde zelf ook al aan die bal in het begin van deze game. Dat ik dacht van nou, dat is een foute service. Hier zien we misschien beter. Niet gebruikelijk in tafeltennis waarin... doorgaans uitermate sportief wordt geageerd. Kijk, dat is de mooie rally. Karakasovic lag op de grond. Ja, dat is bij deze bal, geloof ik. Ja, de Polen stonden niet goed opgesteld, waren in dezelfde hoek gejaagd. Karakasovic is een mannetje die heeft lak aan alle regels. Denk misschien. Bikinski, wat is tijd voor een titel. En als je de Open Duits op je palmarès hebt staan, dan is dat geen
slecht gegeven. Karakasevic aan service. Backhand, mist. Kijk hoe ver hij dan van de tafel verwijderd is. 3 meter zo'n beetje. Normaal denk je dan van, nou dat punt dat komt binnen. Maar dan moet je tegen die Karakasevic van deksels uitkijken. Vlasic, 9-9. Kijk uit. O, gevoel zeg weer. Goed, gespeeld van Broeit. Nu zagen we dat. Heel goed ook aangevuld door die Karakasevic weer. Ja, en die lost er daar een paar lastige situaties op. Veel gevoel, polsje bewogen. Beetje zijspin eraan gegeven.